We hebben koeien. En we hebben paarden. En wat geiten, schapen. Een hond en een kat. En wat hebben we nog meer? Oh ja, konijnen hebben we nog. Ja, nou had ik het een beetje in het idee dat ik in een zwart-wit film begin. Ja, ik weet niet. Het is, we proberen wel een beetje kleurrijk te zijn. Maar de dieren die zijn vrij zwart-wit, ja. Kun je dat? Ja, dat is begonnen. En dat is een beetje doorgeslagen misschien wel. Krijg je hem open? Hier, deze is het brutaalste, deze kleine. Die gaat gauw achter het hekje, zie je dat? Is het nou toeval dat de geit net al is wat wiet binnen? Nou, niet helemaal. De moeder van de geit staat daar, dat is de oma, zeg maar. En die zit aan de overkant. En Lennartse geit Lily, die was toevallig wit. Want wit schijnt toch wel dominant te zijn. Maar we hebben dit jaar een zwart bonte bok gebruikt. En je ziet toch drie zo mooie zwart bontjes. Alleen het is jammer dat we hier niet mee verder kunnen, want het zijn 5 bokken. Ja, dus die kunnen we niet houden. Deze gaat geen wiet, of wel? Nou, een heel liet bietje, hoor. Dat is een verrassing, kijk. Nou, wie dat al zag, of is dat ontstaan in de jaren? In de jaren ontstaan, ja. Want Kukkie wordt volgende week 24. Dus dat is later gekomen. Ja, maar deze mocht wel vanwege, ja, hij is alleen maar zwart. Ja, nee, ja, omdat dit kwam, heeft hij goed gemaakt hiermee. En dat is bij deze ook zo. Die heeft ook een klein beetje wit. Hier en ook nog op zijn rug een heel klein stipje, dus dan mag dat. Wat een beste, je komt en die is net zwart wit of een kjeltje, wat gebeurt er dan mee? Ja, dan wordt hij afgevoerd. Nee hoor. Nee hoor, we hebben ook wel zo'n rood bont en ja, die mag ook blijven. Dus, toch wel? Ja, ja. Het is niet zo dat we echt discrimineren, dat niet. Nee. Als ze gezond zijn, dat is wel het belangrijkste natuurlijk. Maar onze hoofdmoot is toch wel echt zwart-wit. Dat is een beetje wat bij ons past. Ik zou nog wel een varken willen, ook een bont varken, maar ja, dat moet ook allemaal passen en kunnen. Maar wie weet, ooit nog eens. Ja, een panda. Een panda, ja. Dat is de ultieme zwart-witte beest, een zebra. Een zebra, die schijnt er niet op te kunnen rijden, maar dat zou ik nog wel als een uitdaging zien, ja, om dat eens een keer te proberen. Maar dan laat ik dat wel weten. Heel mooi, dat is 12.0 voor je. Je wil hem leren het al. Nee, dat is hartstikke mooi. Ja, ah jongen, ja. Ga je hem geen verstaan van, maar dat is wat moeilijk. Dus dan moeilijk is het dat, hè? Ja, kom maar. En dan 4 wordt, hè? Oh, prima bal, prima. Nou, jij het wel prima. Iets te vier. Draai de hond even. Hoorn even zo hard, hè? Nou omdraaien die hoorn. Zo achteruit zwaaien. Ja, doe maar. Hoe droog is het? Ja, en ik ken hoe droog is het? Nou, het is even wennen. Ze komen van het spultje in de rusthoes van dat koersbal. En dus dan moet ze dat even leren hoe ze met die bal gooien. Moeten. Want ze wil dit ook wel even wat. Het is net even, hè? Nee, dat is net even. Nee, dat wordt even wat ze maar die oren zo mooi spelen kunnen. Dat dit nou eens redden. Kwaad keer. Ja, we gaan maar niet in geweest.
te hard. Waarom doe je dat nog toe, man? Jammer gang, arm. Zet hem weer aan, hoor, joh. Hoe laat je hier voort? Dit is echt zo'n campingspeeltje, dat is een man net de sport, of wel? Oh. Dat is ik opruiende taal, hè? Ik ken dat. Ik kom nooit in Frankrijk, maar er zijn zo'n tjoerders, die komen dan wel eens in Frankrijk, dat doe ik wel mooi. Nou, dan gaat het heel fanatiek, ja, en dan gaat het heel precies. En dan staan de mal hier, en op 12 meter, draaien ze precies de bal daar, zat ze maar uit je wollen. Ben je maar zo goed? Nee, wij niet. Verraad je was een bal, hij laat het nou echt zijn oor, maar dat is waar. Oh nee, hoe goed dat is, doe maar. Ja. Nee, maar dan hebben we dat er ook bij, jongen. En maar erbij, hè? Ja, tegen hem is ook goed. Oh, juist. Ja, dat vind ik wel mooi, hè? Oh, wat lager erbij. Ja, dat is ons, hoor.